Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik zit vandaag met een gedreven Surinaamse vrouw. Ik vind het bijzonder, maar mensen zeggen ik zeg te veel bijzonder. Maar ook zij is bijzonder. Vandaag zit ik met Alyssa Grant. Hi Alyssa. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Goed, ik voel me goed. Voel je goed? Helemaal. Voel je ook bijzonder? Ik voel me bijzonder. Nee, dat ik ben bijzonder. Je bent bijzonder, ja. Oké. Alyssa heeft haar eigen onderneming. AMEL's Educational Services. Dat klopt. Yes. Maar voor we daarover gaan praten, wie is Alyssa? Zo, het is altijd moeilijk om over jezelf te praten. Ik ben een gedreven Surinaamse vrouw. Heel goed gemotiveerd. Ik ben altijd positief ingesteld. Ik ben, iemand zei eens van, je bent de queen met 1000 handen, want je bent met zoveel dingen bezig. Ja, dat is het zo een beetje hoor. Ik ben hardwerkend. Ik zorg ervoor dat ik alles doe met veel liefde en met veel passie. En als ik iets doe, moet het succesvol zijn. Dat zit gewoon in me. En als het niet echt succesvol is? I will make a way. There will be a way. That's a whole lot of things you are doing at the moment. En daarnaast heb je ook nog AMEL's Educational Services. What is AMEL's Educational Services? Okay. AMEL's Educational Services houdt zich bezig met trainingen. Overwegend Engels. Mijn main focus is Engels. Ik geef de Engels beginnerscours, de English advanced course, ik geef business English, ik doe English tutoring voor MULO schoolleerlingen, eigenlijk VOJ en VOS scholen. Ik doe ook begeleiding in de CD-toets, als mensen de CD-toets willen doen op de universiteit. Wat is de Nederlandse Engels. De CD-toets is een instaptoets op de universiteit voor mensen die nog willen studeren. Die nog een studie op de universiteit willen doen. Maar ze hebben hun middelbare school niet afgerond, als het ware. Okay. En ze willen alsnog studeren. Mm-hmm. Maar natuurlijk moet je, ik denk, 25 plus of 30 plus zijn. Okay. Dus dat is de begeleiding die ik doe. Ik doe ook begeleiding voor mensen die de TOEFL-test willen doen, die verder willen studeren in het buitenland. En ze moeten eerst de TOEFL-test afleggen. Die begeleiding doe ik ook. Verder geef ik ook nog protocoltrainingen. Ik geef communication trainingen. Ik geef personal leadership en andere management trainingen. Eigenlijk zijn mijn trainingen op maat. Ik heb mijn vaste cursussen die ik geef. Maar als bijvoorbeeld, ik heb eerder bedrijven trainingen gegeven. En als zij met iets speciaals komen van, hey, ik wil dat mijn werknemers dit moeten kennen van de Engelse taal. Of hierop moeten focussen zijn. Dan worden mijn trainingen ook op maat gemaakt. Naar de wens van de klant. En dat is natuurlijk apart. Je bent met heel wat bezig, maar als je zoveel cursussen en trainingen hebt, doe je dat allemaal alleen of doe je dat samen? Het hangt ervan af. Ik werk overwegend alleen. Ik heb nare ervaringen in het verleden met mensen werken. Maar de trainingen zoals Spaans, Frans, die verzorg AMEL's Educational Services ook, die trainingen worden door iemand anders verzorgd. Verder doe ik ook vertalingen. De vertalingen in de andere talen, die doen andere mensen, dus collega's met wie ik samenwerk. En het zijn mensen die mezelf benaderd hebben. Ze vonden mijn instituut uniek en ze wilden graag samenwerken met me. Ik ben heel kieskeurig met wie ik samenwerk, omdat mijn main focus is om de klanten rechtstreeks te bereiken. Ik heb nauw contact met mijn klanten. Mijn studenten moeten niet komen. Ik geef een groep van 100 studenten in een klas les en wie maar meegaat, gaat mee en klaar. Mm-hmm. Dat is niet mijn focus. Mijn focus is wanneer je klaar bent met de training bij mij, moet je voor altijd aan me denken. Je moet voor altijd denken van, hey, ik heb wat geleerd. Dus mijn doel is echt anders. En daarom ben ik met kleine groepen bezig. Veel niet meer dan 5. Mm. Ik kan hooguit naar 10 gaan, maar ik doe veel privélessen. Mensen vragen ook naar privélessen.
En bij de privélessen werk ik dan op met het schema van de klanten. Want iedereen heeft het druk de laatste tijd. Ik heb bijvoorbeeld de laatste paar maanden moeilijkheden gehad om groepen te vormen van 5, laat staan meer. Omdat iedereen het druk heeft. Ik geef ook online lessen. Zelfs dat wordt een probleem, want iedereen heeft zijn eigen schema. Ja. En kan zich niet binden aan een bepaalde dag en een bepaalde tijd samen met anderen. Want iedereen heeft zijn eigen schema. Ja, iedereen heeft zijn eigen schema. Dus voor je zo doorgaat, want om er tussen te komen, dus de passie, alles komt naar boven. Je geniet van je werk en je bent very passionate about your job. En als ik goed heb begrepen, als ik goed heb geluisterd, juf, moet je me direct corrigeren, hou je het liever klein of doe je liever die one-on-one, zodat je ook gewoon van dichtbij de progress goed kan volgen. Yes. En wanneer mensen zich inschrijven, heb ik eerst een intakegesprek. Ik heb eerst een gesprek met mijn studenten, met mijn klanten, om te weten wat hun level is. Want meestal komt men van, ja, ik ben al goed in Engels, ik heb Engels op de Milo school gehad. Dus wanneer ik kom, wil ik direct de advanced cursus doen. Ik ben ook doen. Goed in Engels hoor. Hoe gaat zo'n intakegesprek? Like, wat zijn een van de basisvragen die je stelt? Laat me zien als ik cursus moet komen volgen. Oké, als eerst laat ik de mensen praten over zichzelf. Mm-hmm. En zij moeten mezelf uitleggen waarom zij denken dat ze goed zijn in Engels. Dus ik probeer zoveel mogelijk uit ze te halen om te kijken, om te luisteren van hoe praten ze. Mm-hmm. Hoe is hun pronunciation? Zijn ze fluent? Komen die woorden vloeiend naar buiten? Ja. Want soms denkt men van, ja, ik kan goed Engels praten, maar wanneer ze iets moeten vertellen in het Engels, wanneer ze zichzelf moeten expressen in het Engels, dan merken ze van, hey, ik moet steeds te lang nadenken, hoe zeg ik dit in het Engels? Ze willen steeds vertalen in hun hoofd. En voordat je vertaalt en je zin formuleert, dan zijn we al hoeveel secondes verder. Dus wanneer ik dan een gesprek met ze heb gehad, laat ik ze een test maken, een grammatica-test. Ze moeten dan grammatica-oefeningen invullen. En wanneer ze klaar zijn, zeggen ze het mezelf van, laat me vanaf de basis beginnen hoor. Bij de core, bij de start. Maar oké, dat is heel veel. En dus als je het wil, kan je, of je nou een beginner bent, of je denkt dat je al goed bent in het Engels, kan ik gewoon bij je langskomen en yes. We kunnen het testen en jij gaat me gewoon helpen of jij zal hun dan gewoon helpen om gewoon hun English gewoon fluently onder de knie te krijgen. En wanneer ze klaar zijn met jou, vergeten ze je nooit meer. Nooit meer. En ze hebben ook gewoon de juiste begeleiding gehad en de juiste educatie om in de toekomst gewoon Engels goed te gebruiken. Mijn focus is dat wanneer je klaar bent, kan je de Engelse taal gebruiken. Het zij in woord of geschrift. Maar je kan de Engelse taal goed gebruiken. Je hebt dan de basisdingen gehad om te weten welke stappen je moet nemen. Welke grammatica regels. Want men denkt dat grammatica belast is. Zomaar moet ik zoveel regels kennen, zomaar moet ik zoveel dingen kennen. Maar wanneer je grammatica doet, dan zie je dat je beter schrijft. Wanneer je essays moet schrijven. Studenten van de universiteit die komen bij me om hun thesis te screenen in het Engels. Wanneer ze zelf de cursus hebben gevolgd, dan kunnen ze dat zelf doen, weet je. Ze kunnen zelf hun grammatica toepassen en zelf testen, zelf screenen. Jullie hebben het gehoord, studenten. Hier is, als jullie hulp nodig hebben voor jullie essays, jullie thesis, everything, Alyssa Grand, Emiel's Educational Services, is gewoon the one to go to, or the place to be. Maar voor we zo ver, want we zijn eigenlijk, je hebt een hele les eigenlijk aan me gegeven. Je hebt me helemaal geïnformeerd over what you do, why you do it, and why it should be good for you in correct English. Ja, toch? Very good. Thank you, teacher. Van waar komt de naam zelf? Of hoe is het eigenlijk het idee van, het is nu al, hoe lang bestaat het bedrijf? Emiel's Educational Service is niet langer dan een jaar, maar ik ben al sinds 2009 in de business. Ik heb Engels verzorgd op AMTO, op COFA, op UNASAT heb ik communication gedaan, op Hogeschool ABC heb ik Business English gedaan. En doordat ik zoveel in contact ben met studenten, is die drive nog meer gekomen. En omdat studenten ook vragen naar tutoring, is die drive nog meer gekomen om mijn eigen business te starten. Dus ik ben daarna begonnen met een Darsons consultancy en dat was meer gefocust op mensen die hun eigen business willen opzetten en die de Engelse taal machtig willen zijn. Want als je business doet, moet je ook Engels kunnen, vooral als je abroad gaat. En abroad is buitenland. Ja,
Ja, als je naar het buitenland gaat, dan kan je ook zo een training komen volgen. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk na mijn scheiding heb ik het in een heel nieuw jasje gedaan. Ik heb gezegd, weet je wat, ik ga nu groter, breder en ik wil meer mensen bereiken. Ik wil meer jonge mensen bereiken. Mm-hmm. Ik krijg niet alleen maar jonge mensen, mensen in de schoolbanken, maar ik krijg ook businessmensen. Wanneer ze zich inschrijven voor mijn businesscursus, dan krijgen ze die extra begeleiding. Want het vereiste bij mij is, als je je businessplan hebt geschreven, want bij de Business English Course dus moet je een businessplan schrijven. En wanneer je je businessplan hebt geschreven, moet je dan daadwerkelijk je business opzetten. Snap je? En als je fondsen nodig hebt, als je middelen nodig hebt, als je begeleiding nodig hebt, als je de bepaalde wegen moet bewandelen om bepaalde zaken te realiseren, dan geef ik die begeleiding. Ik ben in een gelukkige positie dat ik heel veel mensen in Suriname ken. Overal waar ik ga, kan moet ik met jou uitgaan. Ja. Kan ik zaken misschien hopelijk gerealiseerd krijgen, maar 99% krijg ik zaken wel gerealiseerd. Dat is very good. Dat je zoveel kan doen voor mensen die zeg maar een business ook willen opzetten en everything else. En dat is just one part of it, los van de cursussen. Los van de cursus zelf, je eindproduct. Dat is je afstudeerproduct eigenlijk, is je business daadwerkelijk opzetten. Je gaat het launchen. Niceness. Dus als ik goed naar je heb geluisterd, kan je hier de basis krijgen, de intermediate en de advanced. En een ieder die behoefte heeft om zijn English skills of language, especially the English language, te willen ontwikkelen in woord of schrift, kunnen dan terecht zijn bij EMEL's educational services. Maar waar zijn jullie gevestigd? Want je gaf aan dat er ook online lessen zijn. Mm-hmm. Waar zijn jullie gevestigd? Hoe kunnen we jou bereiken? Of hoe kunnen ze jou bereiken? En hoe zit het met de fee? Of moeten we gewoon een berichtje sturen? Want we kunnen hier allemaal over praten. Maar de bedoeling is wel dat we allemaal bij jou terechtkomen. Dus misschien wil je de mensen ook nog vertellen van hier is ons adres. Zo kan je me bereiken. Of hier kan je meer lezen over wat ik eigenlijk allemaal precies doe in depth. Oké. Ik heb een page, het heette eerst EMEL's Educational Services, maar ik heb het veranderd naar Alisa Grant. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik met verschillende dingen bezig ben. Ik ben onlangs ook real estate agent bij KW Suriname. Mm-hmm. Ik verkoop, verhuur huizen en als mensen hun huis willen verkopen of hun perceel willen verkopen, kunnen ze ook bij mij terecht. Yes, maar dat is saai. We gaan het gewoon houden op EMEL's. We gaan het daarom houden. Alles komt dan daar op de page voor. Mm. En alle informatie over EMEL's Educational Services komt ook daarvoor. Ik ben voorlopig gevestigd aan de Grote Combiweg, maar heel binnenkort ben ik aan de Van Roosmalenstraat. Op mijn FB-page heb ik mijn telefoonnummer. De mensen kunnen me anytime een appbericht sturen. En ze krijgen dan de informatie. Als ze de informatie hebben gehad, ga ik ze dan uitnodigen voor een gesprek. Ze moeten me aangeven wat ze precies willen. Mm-hmm. Als de mensen aangeven van, hé, ik wil dit, dan nodig ik ze uit voor een gesprek. En dan gaan we van daaruit verder. Als de mensen niet in één keer kunnen betalen, ik weet hoe het in Suriname is. Het is een beetje moeilijk. Mijn prijzen zijn in US dollar of in euro. Maar ze zijn al zoveel jaren hetzelfde vanwege de koers. Fluctuatie lijkt het alsof mijn prijzen verhoogd zijn, maar dat is het niet. Dus ik kom mijn studenten ook tegemoet. Ze mogen in termijn betalen. In hun gesprek kunnen ze aangeven wat kunnen ze permitteren. Wat kunnen ze in termijnen betalen. Dus zo flexibel ben ik ook. Omdat ik begrijp hoe het in Suriname aan toe gaat. Het is niet makkelijk voor ieder. Nee. Ieder wil investeren in hun education, maar heeft de financiën niet. Snap je? Dus ik kom ze ook tegemoet daarmee. Dat is heel aardig van je dat je zo meelevend bent met de mensen die in zichzelf willen investeren, maar op dat moment misschien niet genoeg middelen of at the moment niet direct alles zouden kunnen betalen. Je bent heel goed bezig en als ik zo naar je luister, je wordt zo passionate about it. Als je naar je ogen kijkt, it's like they're lighting up. Dat wil bijna zeggen dat je really found your purpose. Yes, this is my purpose. This is what I'm made of, what I was born for. Oh. And you're doing it. I'm doing it. And I feel happy doing it. Het moment ik in een dip ben,
Sta ik voor de klas of sta ik voor mensen? Zo, op het moment dat ik met mensen bezig ben, ben ik helemaal in je happy place. Yes. I like that for you. And thank you. Ik hoop dat ik... Ik ga komen voor een intakegesprek kijken als ik wel zeker degelijk goed in mijn Engels ben. Je bent van harte welkom. Maar ik wil je bedanken voor het komen. Ik ben blij dat je hier bent gekomen om te vertellen dat het er gewoon is. En dat je eigenlijk er voor iedereen wil zijn, ongeacht als je nu capabel bent om het te betalen of niet. Dat we samen kunnen kijken of dat jij samen met hun zal kijken hoe je dit kan doen. Hoe ze hun education kunnen krijgen. En dat je daar, terwijl je anderen helpt, jezelf ook helpt en zo je happiness behoudt. Ja. En ik zou zeggen, ga zo door. En ieder die vandaag gekeken heeft, ga Emiel's Educational Services checken. Ze heeft heel veel trainingen, cursussen voor jullie. Voor iedereen is er wel iets. Als ook je voor jezelf, de businessmensen. Die ook voor de businessmensen. Werknemers willen upgraden. Ja. Alisa Grant is er voor jullie. Yes. Alisa, thank you for coming. Alsjeblieft. En voor iedereen die heeft gekeken, bedankt voor het kijken. En remember, your time and my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.